that means a lot.
cantaloupe. Super gaaf. Ik vond het fantastisch. Ja, echt super. Ambiance is heel leuk. Het parcours is geweldig. Mooi, ja, het is mooi. Goed georganiseerd, duidelijk waar je naartoe moet. De natuur, ja, het is echt wel super mooi. Goed geregeld, lekker georganiseerd. Veel mensen langs de kant, gezellig. Twee duim omhoog, goed georganiseerd. Geweldig parcours, super organisatie, mooi weer, droog tijdens de lopen, volgend jaar weer. Ah, super evenement, hè? Ik vond het fantastisch, mooiste evenement van jaar. Ik ben Amira, ik ben 9 jaar. Ik ga iets zingen waar jullie allemaal niet van verwachten dat ik ga zingen. Ik droom heel vaak van fans die naar me klappen en zo. Nou, als hier nou duizenden fans zouden staan, zou ik een beetje lachen, soms een beetje zwaaien. Ik hoop dat dat ook gaat gebeuren. Ik ben wel een beetje zenuwachtig, maar het is vooral ook leuk dat ik hier mag zingen. Ik denk dat ik nu mag. En ik ben er gewoon helemaal. Mijn grootste nachtmerrie is dat er iets heel ergs misgaat. Want ik heb wel heel hard geoefend voor vandaag. Hi. Amira? Ja. Ja, hi. Tuurlijk wil ik een World Talent winnen. Alleen, je kunt niet alles winnen. Ik hoop gewoon dat ze het heel erg mooi vinden. Kom maar even hier, want kun je vast een beetje stiekem kijken. Hier gaat het allemaal gebeuren natuurlijk, hè? Daar links zit de jury. Het leukste vind ik Gordon. Daar zit dus op. Soms zegt hij ook hele grappige dingen. En dat vind ik heel grappig. Ga maar hoor. Ga maar. Hallo. Amira Willighagen, zeg ik dat goed? Ja. Hoe oud ben jij? Ik ben 9 jaar. Zo. En wat ga je doen? Ik ga een liedje zingen. En is dat zomaar een liedje of is dat iets bijzonders? Nou, eigenlijk is het een operaliedje. Een opera? Ja. Oh, hoezo ben jij opera gaan zingen? Nou, het begon met Koninginnedag. Mijn broer Vincent, die speelt viool. Ja. En ik wou ook graag iets doen. Dus ik dacht van, ik ga maar wat zingen. Ik zoekte op YouTube een liedje en toen hoorde ik opera-liedjes, die vond ik heel erg mooi. Ja. En toen ben ik die gaan zingen en ja. Wauw, wat bijzonder. En nu sta je hier. Ja, dus ik had echt eerder verwacht dat je iets van K3 zou gaan doen of zo. Maar dat vind je niks. Nee. En welk liedje ga je zingen? Het liedje Omeo Bambino Caro. Omeo wow. Bambino Caro. Nou. Amira, ja? Ik ben zo nieuwsgierig hoe dat klinkt. Heb ik oordopjes nodig of kan het zo veilig? Hè? Het is veilig. Het is veilig. Heel goed. Take it away. Ga je gang.
oude ziel. Amira Willighagen, 9 jaar oud, staat hier. Ben je echt wel 9? Ja. Jeetje. Amira, ze zeggen wel eens dat oude zielen voortleven in mensen. En als ik jou hoor zingen, dan heb jij bijna de bezieling van een Maria Callas, die er helaas niet meer is. Maar jouw stem is zo puur en zo mooi. Maar ik vind het ook zo bijzonder dat voor een meisje van jouw leeftijd, dat je dit doet. Het is toch ongelooflijk? Ik wil ook zo'n dochter. Ja. Wie heeft jou zo leren zingen? Heb jij een zangdocent? Nee, ik heb geen zangles. En dus dat leer je jezelf aan. Je gaat dat luisteren en dan zing je mee en dan op een gegeven moment kun je het. Oh, ongelooflijk. En wat is jouw droom? Later wil ik heel graag zangeres worden, maar als dat niet lukt of zo, dan wil ik ook graag meedoen met het Olympische Spelen met atletiek. Oh, het zijn twee kleine dingetjes. Well, I'm curious if you've ever performed on a stage like this before, or in front of an audience this big. Heb je ooit eerder opgetreden voor het publiek? Nou, niet voor zo'n groot publiek. Maar wat goed van je, echt. En dan zo zonder zenuwen. Hè, Dan? She's incredible. I mean, I say yes. Definitely yes. Chantal. Dikke vette ja. Wat wij hebben in Holland's Got Talent, net als vorig jaar, is de Golden Ticket voor jou. Ze zit gewoon in de liveshow. Sowieso in de liveshow. Fucking amazing. Niet normaal, hè? Amira heeft een van de 4 golden tickets te pakken. Voor haar is de spanning eraf. Maar backstage begint de spanning bij de eerste.